Ja, teleurstellend denk ik. We hebben de thuiswedstrijden hebben we niet gewonnen dit seizoen. En, 1 punt uit 3. Ja, klopt. Ja, eerste helft geef je heel snel doelpunt weg, volgens mij eerste minuut al. En ja, ik denk dat dat wel een fout is van de keeper. Ik denk vanuit de corner mag nooit de bal zo erin gedraaid worden. En daarna pak je het wel op, denk ik. En de tweede helft denk ik dat we ons hebben laten zien. Ik denk dat we vol druk zetten om de overwinning. Alleen helaas viel de tweede doelpunt in. I don't agree that it was so bad. I think we conceded a goal after 2 minutes, a direct corner. And this was the only shot from them on our goal. And the rest we controlled the game. We were not really dangerous in the red zone, but we controlled the game. So in my opinion, it was not bad. It was not good, but it was also not bad. I'm totally convinced, sounds stupid, but last year this was a game we would win 2-1. This year it's more difficult to score. We had 22 shots today, but the last thing you need to do, and therefore we have to bring the luck on our side. It's more difficult than in the last season, but yeah, this is football. No minutes for Usama Tanane. Is he completely out of view? Why? I ask you. Last game he played 45 minutes, the game before he started here. So everybody's asking about him. I think we have to talk about the team who performed really well in the second half and not about single players. Nee, kijk, dat moet je niet aan mij vragen of hij moet spelen of wel moet spelen. Kijk, iedereen weet dat Tanane een hele goede speler is met veel creativiteit. En, alleen de trainer maakt keuzes. En, hij lijkt nu wel helemaal uit beeld. Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik vind persoonlijk Oussi een fantastische speler. Wat je zegt met creativiteit, heeft een goed schot. Alleen ik ben geen coach, dus ja, ik kan de opstelling niet bepalen.